Vandaag wil ik jullie meenemen in het verhaal van Rax. En Rax is een patiënt die hebben wij aan de pols geopereerd. En tijdens de controle bleek dat hij niet helemaal goed liep op zijn linker achterpoot. Hij was gevoelig op zijn heup en ik heb een heupfoto gemaakt. En daar bleek dat hij een tumor had in zijn linker heupkop. Hele vervelende diagnose, schrikken voor de eigenaar en ook een slechte prognose helaas. Maar gelukkig konden we Rax meenemen in het onderzoekstraject. Het vaccin tegen kanker toedienen. En uiteindelijk is Rax wel geopereerd en hebben we de tumor verwijderd. Wat wil zeggen dat we de heupkop hebben verwijderd en een deel van het bekken. Een hele rigoureuze operatie, een heftige operatie. Maar ik wil jullie nu laten zien hoe het eigenlijk met Rax gaat. Nou ja, goed hè. Rax is natuurlijk bij ons aan zijn pols geopereerd. Ja. En ik weet nog als de dag van gisteren dat tijdens de controle van die pols zijn jullie van mij, hij loopt ook niet helemaal lekker op zijn linker achterpoot. Klopt. Ze hebben toch een foto gemaakt en ineens bleek daar toch ook een, dat Rax ineens verdacht werd van een bottumor. Ja. Wat ging er toen door jullie heen? Want ik overviel jullie daar heel erg mee. In eerste instantie hebben niet door en beseffen niet wat het eigenlijk betekent op dat moment. Ja. Dan verwacht je eigenlijk vanuit er is nog wel een oplossing. Ja. Maar dan verwacht je niet dat het eigenlijk zo rigoureus kan zijn. Ja, ja, ja. Dus, en he, dat idee meer, misschien is het artrose. Ja, omdat hij natuurlijk eigenlijk, het ging hartstikke goed natuurlijk, ging het met hem. Maar we merkten in één keer, zeg maar, vrij kort voordat we hier kwamen voor de controle, zeg maar, dat hij zeg maar zijn achterhand, dat hij gaat graag op zijn rug liggen, pontificaal. Ja. En dat kon hij niet meer. Dat deed hij niet. En op een gegeven moment, was zeer kort daarna, dat hij in één keer door zijn poot heen zakte, zeg maar, die misstap maakte. En toen dacht ik in eerste instantie, hij is natuurlijk 9 jaar, wordt nu 10 jaar natuurlijk, volgende maand. En dan artrose. Ja. Ja, wat je daarnaast hebt, dan is de keuze natuurlijk, of euthanasie of opereren, wat we net ook over hebben. Hij is zo levenslustig, hij is zo enthousiast, hij is zo, krachtig is hij. Ja. Ja. En dan ga je helemaal van jullie uit van joh, wat is zijn mogelijke prognose, wat zijn zijn kansen? Ja, en nu is het natuurlijk heel ernstig afwachten van hoe het zich ontwikkelt. We kwamen een beetje, jullie zaten een beetje in een spagaat, we kwamen met een heel lastig keuzepalet, inderdaad of euthanasie we gaan wel opereren. Zoals jullie toen ook al wisten en hadden toen ook al heel veel zelf gegoogeld, dus dat hielp ook wel in het gesprek, wist al heel veel zelf. Ja. Is ook de prognose bij een hond met pootamputatie niet heel gunstig bij bottumoren? Nee. In hoeverre heeft dan de optie dat we deze studie hadden en Rax daarin mee konden nemen, in hoeverre heeft dat jullie keuze beïnvloed? Toch wel. Ja. Want onze primaire keuze was wat voor levenskwaliteit heeft hij na de operatie. Ja. En dat was de balans waar we zo zaten van en omdat hij nog zo krachtig was en zo energiek was en zegt van we geven hem gewoon een kans. Ja. Maar we hadden in de achterhoofd wel, en dat hebben we nog steeds wel, van Rax is een hond van elke dag. Ja. Dat is zo. Je weet dat zo'n bottumor, dat is heel agressief. Je weet ook dat de kans natuurlijk, doe je niks, dan had hij er waarschijnlijk nu al niet meer geweest. Ja. Is dat? En ik denk wel door jullie, dat je zegt van we zien hem als kandidaat voor eventueel toch een bootamputatie en blijkt tijdens de operatie dat pas niet kan. Bijvoorbeeld dat het veel te ver is, want de CT-scan is natuurlijk gemaakt, dat hij schoon was op dat moment. Ja. Dat je denkt van je gaat van de expertise uit en je zegt van we hebben nu een hond waarvan we denken dat als hij een kans heeft, dan is hij echt een kans. Als je natuurlijk nu terecht kijkt, is het een heel verstandige en wel de juiste beslissing. Ja, want dat is inderdaad mijn vraag. Hoe vinden jullie dat hij is hersteld na de operatie? Als we puur naar de operatie kijken. Ik vind de eerste weken ging het natuurlijk vrij moeizaam. In die zin van, toen had hij echt dat herstelperiode nodig. Mm-hmm. Maar als je nu kijkt de afgelopen week, eigenlijk vanaf de vierde week. Toen is het herstel heel snel doorgezet. Toen ben je ook meer gaan wandelen samen met z'n tweeën met hem. Ja, maar je merkt zijn levenslust,
ja, hij is weer de oude rak, zeg maar. Ja. Klopt. Ja. Hij loopt er weer achterna en ja. Hij komt weer met zijn spulletjes aanzetten en hij draagt weer dingen voor je. Hij wil gewoon. Ja. Maar hij is ook met opstaan, het gaat heel zo woem, daar is die kan. Hij is er. Hij is er. Ja. Het is meer, zeg maar, nu nog is het, zeg maar, je zegt van oké, als hij heel snel wil, dan wil hij, zeg maar, bijna op de drie poten, zo'n hinkstap, zeg maar, doen. Ja. En meer het bochtenwerk, snel. Ja. Ja, dan heeft hij zijn staart nodig. Ja. 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 Hey, goed zo. Fijn. En hoe heeft hij bijwerkingen gehad van de vaccinaties? Heeft hij daar last van gehad? Wat we merken, hij gaat natuurlijk, dan meestal doen we het eind van de middag, hebben we dan die vaccinatie gedaan, dan gaan we naar huis. Thuis is het in principe goed, alleen rond een uur of 8 s'avonds, dan merk je dat hij een beetje lusteloos wordt. Ja. Een beetje moe, dan gaat hij leren slapen, dan gaat hij leren. Als hij s'avonds nog uitgaat, is hij weer helemaal 100%, dan loopt hij weer aan. Dan is hij echt weer aan. En dan merk je eigenlijk tot de volgende morgen, rond de middaguur, dat hij wat lustelozer is, maar voor de rest, nee. Dat is helemaal wel moeilijk. Je merkt, je ziet dan ook dat dit wordt een klein beetje rozig wordt het, zeg maar. En af en toe dat hij zo eens kijkt, zeg maar. Maar niet de grote bult of Nee. Hij eet er geen hap minder om enzovoort. Nee. Maar hij zit er ook niet aan. Hij zit er ook niet aan te likken of zo. Of dat hij met zijn neus erbij. Hij laat ook echt helemaal met rust. Ja, met rust. Maar je merkt dat hij even een dippie krijgt, zeg maar. En op het moment dat hij uit het dippie is, dan is het gaan. Ja. Dan is weer goed. Ja, wat goed. En hoe ervaren jullie de studie als eigenaren? Met regelmaat hier langskomen. Ik zie dat zeker niet als een belasting. Absoluut niet. Belasting. Kijk, het is geen hond die je, zeg maar, met alles wat je met hem doet, natuurlijk. Ja, het is 40 kilo. Ja, zeker. Ja. Het is geen poedel of een tackle die je zo. Niet bepaald. Kijk naar de behandeling, we kunnen hier naartoe. Ja, het enige is dan de reis ook geen probleem. Maar eigenlijk een half uurtje vaccinatie. De bloedafname. Ja. En dan is het klaar. Ja. Maar goed, als ik het goed begrijp, zien jullie Rax eigenlijk in zijn energielevel. Hij is giga. Verbeteren. Hij vindt het dus hier niet ontzettend belastig. Hij laat het allemaal goed toe. Hij laat het allemaal toe. Hebben jullie goede hoop? Dat hij nog jaren vrolijk mee. Ik heb er wel vertrouwen in. Nou ja, wat heel belangrijk is natuurlijk van de bloeduitzoeker, blijkt dat ze het immuunsysteem het oppakt. Ja. Ja. En dan hopen we, net zoals die honden met blaaskanker, zeg maar, dat we een x-tijd krijgen, zeg maar. Ja. En zeker omdat je weet dat hij dus verder gezond is, zeg maar. Dan hoop ik, je hoop. Ja. Dat hij misschien nog een paar jaar echt comfortabel heeft, zeg zeker. Maar. Ja. Alleen dat is dus het donkere gebied van afwachten. Ja.